De kinderen van de Franciscusschool ontdekten wie de ruim 40 schilders zijn die de straten rondom de school hun naam hebben gegeven. Elke klas kreeg een schilderworkshop waarbij ze het ontwerp van een schilder nagingen maken op hun eigen doek. De kinderen werden geholpen door kunstenares Ine Boeien. Het is een project dat door Gonny Reitenbach is bedacht hier van de school. En die, binnen de school hebben ze dat opgepikt. Alle kinderen die maken een schilderij van de straat waarin ze wonen. Dus dit is de schildersbuurt. Hè? Dus de kinderen wonen in de Jan Lievenstraat of de Koba Ritsema straat of de Rembrandtlaan. En die schilder die, is het uitgangspunt geweest voor het schilderij wat ze vanmiddag maken. Ik merk dat kinderen ontzettend enthousiast zijn. Dus die staan echt te popelen om aan de slag te gaan met dingen die ze nog niet kennen. Ze zijn ontzettend nieuwsgierig. Ja, dat, ik merk altijd erg leuke dingen aan de kinderen. Omdat de school, de Franciscusschool, in een schilderbuurt staat, Maandereng, en de straatnamen veelal schildersnamen hebben, wilden we de kinderen zich daar bewust van maken en ook ontdekken wat ze hebben gemaakt voor schilderijen en wie de schilders waren. En ook dus, zoals nu, ze zelf laten schilderen. En dat heeft al heel wat enthousiasme opgeleverd. Dus we hopen dat, dat ze echt gaat leven verder in de wijk. Vinden de kinderen het ook leuk om te doen? Ja, nou tot dusver. Gisteren hebben we de eerste groep laten schilderen, groep 4. En vandaag groep 1, 2 en 3. En de oudere of de hogere groepen die gaan allereerst informatie verzamelen over de schilders en de schilderijen. En die komen dus begin volgende week aan de beurt om zelf te schilderen. En doen jullie op deze school meer aan creatieve vorming? Zeker. We hebben een paar enthousiaste leerkrachten die heel veel creatieve ideeën hebben. Samen met veel hulpmoeders bijna elke week wel een crea-middag hebben. Ja. Maar ik heb toch ook...